Goedendag, het is vandaag donderdag 23 juli en we staan hier in het dal bij Leogang. Het lijkt wel een wintersdag en daar bedoel ik niet mee het weer, maar daar bedoel ik mee de parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen staan hier echt overvol. Ja, dus dat betekent dat hier best wel wat aan de hand is. Natuurlijk, Leogang staat in de zomer bekend om het mountainbiken. Je hebt hier geweldige parcours die absoluut niet onderdoen voor de profs om hier te komen. Wat ik begrepen heb, worden hier wel eens die demonstraties gegeven met de mountainbike dan. En ik ga toch eventjes nog een stukje dichterbij kijken bij de Gondelstation. Of we daar nog wat kunnen zien. Nou, waar je ook kijkt, hier bij het Gondelstation. Kijk maar eens aan die helmen. Hier is dus echt wat te doen voor mountainbikers die mooie parcoursjes af willen springen. Leuk om te zien dat je hier in Leogang alle kanten op kan, in feite, als het om mountainbiken gaat. He, wil je springen of wat dan ook, maar wil je een ritje maken hier, ook in het berggebied. Dat kan allemaal. Nou, en daarmee wil ik afsluiten hier vanaf het dalstation in Leogang. Het is natuurlijk altijd weer een geweldig uitzicht hier op die bergen. En ik zeg maar weer, de groeten.